Vorige week ging Jong Heerenveen Emmen hard onderuit bij Jong Heracles Almelo. Het werd maar liefst 6-0. Vanavond wil de ploeg van Jan de Jonge dat koste wat kost rechtzetten. En dat moet dan gebeuren in een thuiswedstrijd tegen Jong Sparta Rotterdam. Het eerste gevaar van Heerenveen is na 13 minuten spelen. Maar dit schot van Faisal Shayeste gaat ruimschoots naast. Er gebeurt weinig die eerste 20 minuten van de wedstrijd. Heerenveen heeft een licht overwicht, maar het creëert niet echt veel kansen. Na iets meer dan 20 minuten spelen, hier wel een grote kans voor Jens-Jurgen Streutke. En hij kopt de bal ook binnen. De centrale verdediger van Jong Heerenveen zet zijn ploeg op 1-0. Een uitstekende voorzet van Faisal Shayeste wordt binnengekopt. Hier opnieuw een kans voor Jong Heerenveen. De voorzet op Arsenio Valpoort wordt vlak voor zijn voeten weg getikt door een verdediger. En zo gaat deze kans verloren. Jong Sparta staat 1 na laatste. En eerder dit seizoen won Heerenveen met maar liefst 7-0 van de Rotterdammers. Dit is eigenlijk de eerste echte mogelijkheid voor Sparta vlak voor rust. Maar het schot van Jeremy de Nooyer, de zoon van Dennis de Nooyer, kan makkelijk worden gekeerd door doelman Kenny Steppe. En zo blijft het voor rust 1-0 voor Jong Heerenveen. Dit is de tweede helft van de wedstrijd. Hakim Ziyech speelt als linksback en probeert het eens van afstand en helemaal niet zo ongevaarlijk. Want Ruben Dantschotter, de doelman van Sparta, verkijkt zich bijna op deze bal. Opnieuw Heerenveen, Kainz met een enorme mogelijkheid, maar hij treft de lat. Dan aan de andere kant, Jong Sparta. Een enorme kans voor Paul Gladon, maar Kenny Steppen ligt dan in de weg. En in de rebound nog een kans voor Sidney Smelts. Maar opnieuw redt Kenny Steppen. Hij staat uitstekend te keepen bij Jong Heerenveen vanavond. Maar Jong Sparta is de betere ploeg in de tweede helft. Het zet Heerenveen onder druk. Hier komen de Spartanen er opnieuw uit met de voorzet opnieuw op Gladon. Maar met hulp van Kenny Otigba en Kenny Steppen gaat de bal niet in het doel. Maar zo zijn de beste kansen in deze fase van de wedstrijd voor Jong Sparta. Dan aan de andere kant ontstaat er ruimte voor Heerenveen. Valpoort staat geen buitenspel en Valpoort rondt het af. In de 78ste minuut zet hij Jong Heerenveen op 2-0. Valpoort zit niet echt lekker in de wedstrijd. Maar hij lijkt hier toch met deze treffer de wedstrijd definitief in het slot te gooien. In de laatste minuten van de wedstrijd hier een vervelend moment voor Kenny Steppen. Hij stompt de bal weg, maar raakt daarbij geblesseerd. En hij heeft enorm veel last van zijn enkel. De verzorger komt erbij, maar het ziet er niet goed uit voor de Belgische doelman. En dat is vervelend, want hij staat prima te keepen. En Kenny Steppen moet naar de kant. En omdat Heerenveen al 3 keer heeft gewisseld, moet noodgedwongen rechtsback Johnny de Vries de laatste paar minuten op doel staan. Maar hij krijgt het niet heel erg lastig, want hier klinkt dan het eindsignaal. En zo wint Jong Heerenveen met 2-0 van Jong Sparta Rotterdam. Maar het is te hopen dat het meevalt met de enkelblessure van Kenny Steppen. De eerste helft hadden we de wedstrijd redelijk onder controle, maar de tweede helft hadden we iets minder controle, hadden ze ook een paar kansjes. Maar ja, we hebben gelukkig de 0 gehouden en 2 keer gescoord, dus dat is het belangrijkste, denk ik, 3 punten.